Yo mensen, Jeraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life Golden Tiger Shark Light Machine Gun. In deze serie is natuurlijk mijn doel om de Tiger Shark zo snel mogelijk goud te halen. En wat wij daar op dit moment voor moeten doen is, wij moeten daar op dit moment 100 headshots voor maken. Wij hebben er al 4 binnen, maar wij hebben natuurlijk in de vorige aflevering meer het wapen een beetje uitgetest. En in deze aflevering gaan we gewoon keihard op die hoofdjes richten. En hopelijk zoveel mogelijk headshots binnenslepen. Dus vind je het leuk? Ram natuurlijk zo'n keihard op lijn op. Zou ik super, super gaaf vinden. Bedankt sowieso allemaal voor de support. En daar is headshot nummer 1. Kijk eens aan. Zo moet het gaan. En ze spannen daar wel in. Dus wat ik ga doen is, ik ga heel veel omlopen. Geen idee wat zijn plannetje was, maar dat ging niet helemaal lekker. En dan pakken we ze één voor één op. Ik gebruik de UAV, de counter UAV in de Hellstorm. Dat is wel een fijne setup altijd. En daar is nog een headshot. En het gaat lekker nu op dit moment. Hoe meer headshots, hoe beter, jongens. Ik heb ook de Tempest erbij gepakt, oftewel de Prophet. Want die heeft natuurlijk zijn karretje die je kan gooien, die nu die kant op rijdt. En dat karretje, dat zet eigenlijk de vijanden stil. En als ze op die manier stilstaan, dan is het heel makkelijk om in hun hoofd te schieten. Het is alleen wat lastiger natuurlijk als je teammates ook bij je lopen, want die proberen je altijd weer te killstealen. Moet ze natuurlijk helemaal zelf weten, zou ik ook doen. Jammer dat hij sprong. En jammer dat mijn teammate hem pakte. Maar we gaan nog steeds... Uh-oh, sterk! Ik heb geen kogels meer. Dat is een probleem, joh. Ik moet heel veel reloaden. Ah, jammer dat het geen headshot was. Je zag me richten, hè. Je zag me mijn best doen om op het hoofd te schieten, maar... Dat ging niet helemaal lekker. Is niet erg, we gaan gewoon door. Hoppatee, killetje erbij, dankjewel. Ik heb mijn counter UAV ook nog, die roep ik meteen in. En dan gaan we gewoon, weer verder. We zijn goed bezig, dat weet ik wel. Komt die andere ook? Oh, ja, headshot, let's go! We gaan hard met de headshots op dit moment, joh. Zo, let's go, jongen. Even healen, want er zit er hier nog eentje om het hoekje te wachten namelijk. Zit hij er nog, denk je? Nee, hij is al neer. Ik verwacht dat hij al neer is. Even de tempers inroepen. Ik heb hem, dus ik vind dat ik hem mag gebruiken ook. Is niet zo handig om het te gebruiken. Waarom niet? Omdat ik nu natuurlijk geen kills maak met mijn Tiger Shark. Wat ik eigenlijk wel moet doen. Maar ja, we gaan natuurlijk ook gewoon voor een goede score. Alleen raakschieten, dat gaat af en toe ook niet helemaal lekker zoals je daar zag. Is niet erg, we hebben ze. Ik moet ook weer reloaden. En dan spannen ze nu allemaal aan de zijkant daar ergens in het moeras. Maar we gaan goed, joh. Oei, 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 oei. Hoppa, headshot. We gaan echt goed. Karretje gooien, gaan met die banaankarretje, want er zal er vast en zeker nog wel ergens één zitten. Althans, ja, of niet. Nee, er zit helemaal niemand meer. Karretje gaat compleet de verkeerde kant op. Ik ben dood, ja. Ik zag hem aankomen, ik zag hem aankomen. Ik had er eigenlijk even achter die headglitch moeten gaan zitten, maar ja, het is te laat. We hebben geen tijdmachine, we kunnen de tijd niet terugdraaien. Dus we zijn gewoon uitgeschakeld, zo makkelijk is het. En dan gaan we ook gewoon meteen weer verder. We gaan niet stoppen, hè. Ik probeerde op zijn hoofd te richten. Oh, daardoor ben ik nu uitgeschakeld. Ja, dat gebeurt ook wel eens, ja. Als je probeert headshots te maken. Dat is compleet mijn fout. Ik schoot alles mis. Teammate staat hier ook verschrikkelijk hard te campen. Maar als je op het hoofd probeert te schieten, dan schiet je af en toe wel mis. En dan ga je op die manier natuurlijk ook neer. Maar ja, ik vind het niet erg, joh. Mooie triple met mijn Hellstorm. Gaat lekker op deze manier. En we gaan gewoon door. Zit ook pas op de helft van het potje. Dus het gaat echt super goed op dit moment. En ze zitten allemaal hier voor me. Allemaal. Ik ga ze opwachten. Niet geraakt. Geen headshot, is niet erg. Ik heb ze wel alle drie, maar ja, allemaal op het lichaam geschoten. Dus dat is jammer, maar ik kon even niet anders. Want anders was ik sowieso uitschakeld namelijk. Kom je trappetje op? Waar ga je naartoe? Volg de voetstapjes. Volg de voetstapjes. Hij is helemaal daar naartoe gerend. Teammate heeft hem gepakt. Goed gedaan, teammate. Lekker bezig, jongen. Altijd de voetstapjes volgen. We hebben niet van die strekker aan staan, natuurlijk. En ze zitten hier nog drie mannen hier voor me. Headshot. En mijn teammate heeft de ander. Ik ging voor de headshot. Ik kon veel meer kills erop pakken. Ik had ze ook veel sneller kunnen killen. Maar daar gaan we niet voor. We gaan voor de headshot. Dat is wat telt. Oh, headshot. Let's go. Weer één erbij. Dit gaat echt goed, hoor. Headshot, let's go, we gaan echt... Jongen, 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 jongen. Geen headshot, is niet erg, kan gebeuren. Ik moet even mijn karretje gooien, het is hier veel te druk namelijk. Go karretje, go karretje.
Ah, teammate pakt hem, helaas. Komt er een achter me aan. Karretje, pak hem. Headshot, let's go. Weer een erbij. Zit er nog eentje erbovenop. En die kan ik niet killen, want er stond er ook nog een rechts van me. Oh, dat was interstief, joh, daar. Zo. Ik wist zelf ook even niet meer wat er allemaal gebeurde. Maar ik heb wel mijn UAV en mijn counter-UAV ingeroepen. Dus dan zien we weer op de map waar de vijanden rondhangen. Maar woe! Dat was echt even intensief daar, joh. Iedereen stond in één keer in het midden. De vijanden en mijn teammates. En ja, je wil eigenlijk ook dat het zo gaat. Maar je wil natuurlijk niet dat je wordt uitgeschakeld. Maar helaas is en blijft het Call of Duty. Dus je wordt natuurlijk ook wel eens uitgeschakeld. We gaan er weer in. Richt op de hoofdjes. We blijven doorgaan. We hebben er echt al veel, hoor. Headshot, die stond stil namelijk. Dat was geen headshot, is niet erg verder. Oh, dat was ook geen headshot, is ook niet erg. Oh ja, maar ze blijven er spannen, man. Blijven er spannen, jongen. Dit potje, joh. Ze blijven op één plek staan met z'n allen. Als jij één iemand tegenkomt, dan staan er gewoon vijf mensen voor je. Dat gaat helemaal nergens over, joh. Oei, 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 oei. Ik verwacht nu dat ze achter me gaan komen. Ik loop alvast deze kant op. Ik weet het eigenlijk wel zeker namelijk. Ja, ik kom ze al. Hij is niet neer. Maar nu wel. We hebben op dit moment nog de leeftijd aanstaan. Dat was ook een headshot, by the way. Leeftijd ga ik wel op een gegeven moment uitzetten. Het is nu meer dat ik hem aan heb staan, omdat we nog niks anders hebben vrijgespeeld. Maar ja, het werkt wel. Headshot. Dus ja, misschien laat ik hem wel aanstaan, maar ik denk het eigenlijk niet. Headshot. Jongens, ik weet niet wat het is vandaag, maar we hebben er echt al zo enorm veel gemaakt, joh. Ik roep nog even mijn Tempest in. Anders vind ik het zonder dat ik hem niet heb gebruikt, want het potje is bijna afgelopen. En dan, ja, daar zit het potje er zo goed als op. Het is afgelopen met de pret. Oh. 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 Maar een camperke, jong. Die stond wel heel verdacht daar opgesteld in het hoekje. Ik schoot ook volgens mij drie keer mis. Maar dat maakt niet uit, joh. We hebben gewonnen. Eindscore 50-4, joh. Oh, dat is lekker. En heel, heel veel headshots opgepakt. Dat is echt niet normaal. Dus zoals altijd spelen we natuurlijk ook een tweede game erachteraan. Dus we wachten heel eventjes de mooie killcam af. Ja, hier was het ook druk, jongen, toen ik hier naartoe rende. In één keer stond er drie man voor me of zo. Want die schoot hem neer met een headshot. En daar kwamen ze allemaal aanvliegen, jullie gekken. En dan gaan we even kijken hoeveel headshots we precies hebben gemaakt. En meteen door naar het volgende potje. Het tweede potje gaat van start, maar in het vorige potje hadden wij 13 headshots gemaakt. Dat is echt enorm veel. En dat houdt dus in dat we nu in totaal op 17 headshots zitten. Kijk wat we dit potje kunnen gaan verrichten op de map Arsenal. Ik heb ook meteen de camo aangezet die we hebben vrijgespeeld natuurlijk. Want ja, we moeten wel een beetje showen, hè. We moeten wel een beetje showen. Hij zit in het raampje. Alright, die is helemaal omgelopen. Slimme move van hem. Maar dit is dus één vijand die 100% zeker heel de tijd gaat omlopen. Want als hij het één keer doet, dan gaat hij het vaker doen. Dat is altijd zo. En de rest van de vijanden zitten allemaal achter in de span. Dus we moeten gewoon gaan. We moeten gewoon rennen. Tally one. Oh, ik probeerde op het hoofdje te richten mikken, hè. Oh. Soms gaat het echt helemaal verkeerd als je dat doet, joh. Dat gaat helemaal nergens over. Hij gaat liggen. Ja, als hij gaat liggen, dan kan ik niet meer op je hoofdje schieten, nee. Dat is lastig, hè, dan. Dan kon ik helaas ook niks aan veranderen. Headshot, let's go. Zit er nog één. Oh, ik had geen kogels meer. Die was heel scheef. Sst. Niemand heeft het gezien. Niemand heeft het gezien. Iedereen schiet wel eens mis, jongens. Go, karretje. Ga erin. Oh, ik moet een headshot maken, dus ik probeer achter hem aan te lopen. Dat is één headshot. En dat zijn twee headshots, kijk. Daarom schoot ik niet, hè. Dat was heel sneaky dat ik daar niet schoot. Zit hier een shotgun, man. Oh, ik heb geschoten. Headshot. Ah, jammer, ik had niet naar buiten moeten rennen. Is niet erg. Maar het is heel sneaky dat ik daar in die ventilatieschacht niet schoot. Want omdat ik niet schoot, zag je wat er gebeurde. Daardoor heb ik nu twee headshots kunnen oppakken. Want anders had ik dat nooit weten te halen gewoon. Dus, oh, serieus? Met een tomahawk! Hij komt zo naar me toe springen met zijn tomahawk! Oh, wow. Alright. Daar moet ik je wel credits voor geven. Ik gooi er nooit raak mee namelijk, dus... Hij loopt hier nog, hoor. Ah, ik kan hem helaas niet afmaken. Ja, mijn teammate heeft hem. Goed gedaan, jongen. In mijn rug. Sta op. Nee, er zit een shotgun ook nog achter me. Help! Dit is niet eerlijk! Ah, man, dat is niet eerlijk!
Via alle kanten, hè. Maar dit gaat lastig worden, want ze blijven daar ons op staan wachten namelijk. Dus we moeten daar iets aan gaan doen. En de manier hoe we er nu uit kunnen komen is puur gewoon door de tempest te activeren. Zijn getempest, jongens. Oké, ik heb ze al... Niet allemaal, er zat er nog één. Dat was de manier om eruit te breken. En het is wel ongeveer gelukt. Want we zijn nu naar buiten gekomen. Alleen nu komen ze achter ons. Headshot, let's go. Weer één erbij. Het maakt mij niet heel veel uit of ik het potje win of verlies. Maar we gaan natuurlijk altijd voor de victory. Dus dat zal ik ook altijd blijven doen gewoon. We moeten altijd voor die victory gaan namelijk. Achter ons. Ik ben neer. Ze komen via voor en achter. Want er lopen er twee om. En de rest die komt wel gewoon van voor. Dus de vier man komt van voor. En twee die lopen heel de tijd om die je dan backriepen. Dus dat is heel erg lastig. Staat hier ook gewoon een toaster, joh. Ik kan nergens meer naartoe. Het is een moeilijk potje. We staan wel voor met één kill verschil. Maar kijk, alle routes hebben ze afgesloten met razorwires en barricades. Dus we kunnen naar heel veel plekken ook niet meer toe. Omdat het gewoon helemaal is afgesloten met die stomme specialisten. Dus dat maakt het ook nog een tikkeltje moeilijker. Lekker, goed gedaan jongens. Ik verwacht eigenlijk dat ze weer in mijn rug gaan komen. Nee, mijn teammates spant daar. Pas op hoor, teammates. Nee, hier zit ze ook niet. Jawel, hij zit daar wel. Zo, Titan! Oh, met de thermal sight erop. Ik wist dat hij er stond, hè. Ik ging nog terug ervoor, maar helaas pindakaas. Het is een lastig potje dit, man. Vooral omdat ik er niet meer zo hard op af kan rennen als we op de map jungle deden. Ik heb wel weer een nieuw karretje, dus die gooi ik meteen. Go karretje, waar ga je naartoe, karretje? Lekker karretje. Lekker wapentje. Komen er meer. 100.000% zeker. Ik ga snel van positie veranderen, want ze gaan payback komen halen. Oei, 7 HP heb ik over, joh. Reloaden. En weer terug. Weer met z'n Titan. Oh, maat. Kom op. Oh, man. Je kan er niks tegen doen als hij daar gaat staan. Je kan er niks, maar ook echt niks tegen doen, jongen. Oh, de Titan, man, jongen. En ze hebben weer een UAV, dus er blijven heel veel staan. Zo, die kon schieten om afrennen. Oeh. Ik keek zelf al voor mijn minimap en op dat moment kwam die net aanrennen, die gast. Dus dat was weer goede timing, maar niet eens. Oh my god, de Titanman staat nu hier! Nee, jongens! Ah, man! De Titanman, jongen. Hij hebben we nu 3 keer achter elkaar gepakt, hè. Maar hij staat nog steeds op dezelfde plek gewoon, die vent. Ze staan hier allemaal binnen, met dus een barricade en alles erop en eraan. Maar je kan ze altijd sneaky, hij zit er nog. Dat is niet slim, jongen. Dat is dus weer net niet slim. Kom op, teammates. 82, 84 op 85, 86 op 80. Let's go, kom op. Headshot erbij, dankjewel. Die hebben we ook nog steeds nodig, hè. Komen ze via hier? Ja, er staat er alweer één. Alright, dan weten we dat. Pas op hoor, jongens. En Noobtjoe, pas op. En ik ben degene die neergaat. Ah, zo. Hij schoot gewoon dat hij wist dat we er stonden. Daar is niemand. Ze komen weer allemaal via voren hier. Allemaal. Alright, wacht ze gewoon op, jongens. Alright, die heb ik. Die andere heb ik ook geraakt, maar die komt waarschijnlijk niet pushen. Ik heb hem nog wel. Ik verwacht zo meteen dat onze shotgun vriend in de rug gaat komen. En dat doet hij ook. Dat doet hij ook! Ik zei het! Ik wist het! Oh, ik wist dat hij eraan kwam, joh. 94 om 90. Daar ligt Razorwire, we kunnen die kant weer niet op. En hier ligt ook Razorwire, we zitten vast. Schiet hem kapot, jongen, schiet hem kapot. Ja, lekker. Oeh, overal ligt Razorwire, jongen. Overal waar je kijkt. Dat gaat helemaal nergens over, gewoon. 96 om 92. Kom op, boys. Shotgun, man. Hij is neer, dankjewel, teammate. 1 kill, dan hebben we gewonnen. Niet meer neergaan. De laatste kill, wie maakt hem? Doe het, jongens. Let goed op. Ik blijf hier staan. Ik ga er niet op af. Ja, we hebben gewonnen. Dankjewel. Daarom bleef ik staan. Ik wil er niet meer eentje op afrennen. Want dan word je uitgeschakeld namelijk. En we staan echt super slecht. 36 om 20. Maar er is niks dat we daar tegen konden doen, joh.
Wel nog een mooie killcam hier. 1 headshot en 2 headshots. Kijk eens aan. Dat hadden we slim uitgespeeld. Maar oei, 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 oei. Wat een potje, joh. Zo. En ik had hier niet moeten schieten. Ik had hier niet naar buiten moeten rennen. Want dan had ik het langer kunnen overleven. Want nadat ik deze vierde persoon had gekild, ging ik neer. Maar alsnog 3 headshots en 1 killcam. Ik vind het helemaal mooi. We gaan even kijken hoeveel headshots we in totaal hebben. Als we naar de camo's gaan, dan zien we het totale aantal. En dat is... Oeh, we hebben de Monsoon camo. Alright, alright. En dat is 25 headshots in totaal. Dat is een heel mooi aantal. Dat houdt in dat we in de 2 potjes gecombineerd 21 headshots hebben gemaakt. En dat we er nog maar 75 te gaan hebben. Dus we zijn goed onderweg. Ik hoop ook dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Want hierbij zit hij er natuurlijk weer op. Ik heb wel waarschijnlijk nieuwe attachments vrijgespeeld. Ja, kijk. De Fastmax hebben we. De Grip hebben we. De FMJ hebben we. Dus wat ik ga doen is, ik ga denk de laser sight veranderen in de Fastmax. Zodat we dus sneller kunnen gaan reloaden. Want ja, het meeste wat je hiermee schiet is ingezoomd. En de laser sight heeft natuurlijk alleen effect op het moment dat je gaat hipfire. En dat doen we niet heel erg veel. Dus ik heb dat eventjes op die manier aangepast. We gaan kijken of het heel erg handig is in de volgende aflevering. Dus bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet te abonneren voor meer. Als je hebt genoten, ramp die like knop. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye mensen.